De play-offs voor die begeerde plaatsen in de Eredivisie zijn in volle gang. Terwijl Sparta en Roda vechten voor behoud, gaat NEC de tweeluikstrijd aan met FC Emmen voor alsnog promotie naar de Eredivisie. De ploeg van Pepijn Leinders mag 13 mei aantreden in de return wat zal zijn in de eigen Goffert. FC Emmen blijkt een moeilijk te kloppen ploeg voor de Nijmeegse formatie. Zo werd de afgelopen seizoen in competitieverband niet gewonnen van de ploeg uit Drenthe. NEC zou in theorie door twee tegenstanders opzij te zetten terug in de Eredivisie kunnen komen. NEC zit ingedeeld op Pool D, de winnaar daarvan komt uit tegen de winnaar van Pool C. Daar bevinden zich Dordrecht en Sparta. De winnaar van Pool C en D spelen dan de finale tegen elkaar op 17 en 20 mei. Hetzelfde geldt voor de winnaars van Pool E en F, waar onder andere Graafschap speelt tegen Telstar en Rode JC uit mag komen tegen Almere City. En Vocasa keert terug op het hoogste niveau van volleybal. De Nijmeegse club heeft daarvoor goedkeuring gekregen van de Volleybalbond. Het is niet de eerste keer dat de volleyballers op het hoogste niveau uitkomen. In 1996 was dat namelijk ook al zo. Toen hielden ze 2 jaar vol. Vocasa is blij met de promotie. Het is een stap voor de club en Nijmegen als sportstad luidt via de kanalen van de club. En de Mariekeloop komt er weer aan. Een hardloopfestival voor vrouwen waarbij ze verschillende afstanden kunnen rennen voor het goede doel. 27 mei zal er in ieder geval een glazen huis geplaatst worden door het Mariekehuis. Dit om geld op te halen en aandacht te vragen of iedereen die te maken heeft of gehad heeft met kanker. Zoals een kapper Theo Knoops gaan knippen voor het goede doel en zijn er talloze vrijwilligers te vinden die zich alle inzetten om geld op te halen voor het goede doel. RN7 zal de hele dag live te volgen zijn via radio en tv op een van onze kanalen of kijk op de website van www.rn7.nl voor een goede stream. Dit was het nu voor de sportupdate. Wilt u op de hoogte blijven van sport in en rondom Nijmegen? Volg ons dan via de website www.rn7.nl of volg ons via onze social media kanalen Facebook, Twitter of Instagram. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.